Yo kijkers van What's Jagger, we zijn hier vandaag in Rouen, maar daarvoor zijn we hier niet. We zijn hier natuurlijk voor het event. Het is een soort van domination map, een siege map. En ja, het heeft voornamelijk te maken met een nieuw event wat op de server wordt aangekondigd. We zijn hier daarom ook in Rouen en als ik me omdraai, zien jullie hier een gate. Dit is eigenlijk als ware de map Crossing of The Crossing. Dit is een map, ik ga even vliegen, waarin het eigenlijk het belang van de brug op het spel staat. Het kan een beetje lagging zijn omdat hij dat daarachter helemaal moet laden en daar komt zo een chunk aan. Ik ga er even op afvliegen. Dit is eigenlijk het fort wat midden op de brug zit, wat je moet proberen te domineren. Eigenlijk is het een soort van brug tussen Rohan en Gondor, waarin eigenlijk mensen gaan travelen om daardoor bij Gondor te komen of bij Rohan. Ze zullen mensen allemaal vanuit het oosten van de map proberen richting Rohan te gaan via deze brug of het is eigenlijk een van de enigste wegen waardoor je eigenlijk daar kan komen. Er stond eerst zo'n zielig houten dingetje, maar dat heb ik dus vervangen door dit gigantische gebouw. Het is niet echt geweldig full detailed geworden. Ik vind het op zich er wel heel leuk uitzien. Willen jullie in ieder geval dus meer weten of meer van dit soort dingen, subscribe dan natuurlijk op Watchjagger, want ja, dan gaan we natuurlijk meer laten zien. En aan de andere kant staat eigenlijk ook een gate. Sorry voor de kleine lag spikes die er zijn. Maar wat dus eigenlijk het doel is van de map, is dat je deze drie banners eigenlijk weghaalt en je eigen banner daarvoor neerzet. Bijvoorbeeld wij zullen onder de aanval komen van Angmar, dan zullen hier natuurlijk de mensen van Angmar zouden aan één kant van de brug moeten staan en proberen alle drie deze vlaggen over te nemen. Uiteindelijk als zij deze brug dan helemaal hebben overgenomen, bepalen zij wie er overheen gaat, bepalen zij wat de taxes zijn. En ja, domineren ze dit stuk van de map. Laten we beginnen bij het begin. Izal bijvoorbeeld, nu is het nog van Gondor, omdat het ook in Gondor gebied zou zijn. Stel er zou een evenement komen met een siege bij Erebor bijvoorbeeld, dan zou daar eerst Erebor regeren. Maar uiteindelijk kan dus een land dat land gaan challengen van hey, wij willen wel graag dat punt gaan vechten. Dus sta vast klaar daar. En dan gaan we dus afspraken maken van het event. Maar goed, het leger moet natuurlijk wel eerst bij die poort aankomen. Nou, dan beginnen ze hier in het bos met het leger, gaan ze hierop af. En dan moeten ze proberen door die gate heen te rennen. Nou, dat kan natuurlijk wel moeilijk worden, want hier staan al soldaten op. Hiervoor staan soldaten die gaan vechten. En er staan hier torens waar ook weer mensen gaan vechten. Uiteindelijk kunnen ze dan door de gate heen. Oh, kunnen ze door de gate heen komen. Zo. En ik zal hem. Oh, wow. Even kijken, zo. Kom op, ga je omlaag? Nee, hij gaat niet omlaag. Even zo. Ja, hij gaat omlaag. Moet je dus hier op zien te komen. Nou, dat kan je doen door deze deur open te maken. Deze trap op te gaan. En uiteindelijk door het gebouw heen te gaan zoemelen naar de vlag toe. Dus het wordt op een gegeven moment ook wel vrij pittig om hier te komen. Want hierbovenop zullen natuurlijk ook weer mensen gaan spawnen. Of ja, ik weet nog niet precies wat de spawn point wordt. Misschien dat het nog wel hier wordt. Dat ze hier kunnen staan. Want ze moeten in ieder geval niet in het pad staan dat een speler moet gaan lopen. Dus ze spawnen wel hier. Stel er zullen één speler zou je doorheen zijn kunnen gaan. Dan kunnen hier de rest kan dan hem gaan verdedigen. Doordat mensen hier dan spawnen. En dat ze dan een stukje moeten lopen. Nou, uiteindelijk hebben ze dan één van deze punten hebben ze overgenomen. Is dan de Angmar vlag geplaatst. En kunnen ze verder naar het middenstuk. Nou, het middenstuk is eigenlijk ook een soort iets. Het is eigenlijk een soort fort. Waarin deze ophaalbrug best wel belangrijk is. Mensen kunnen ook gaan proberen hierop te lopen. Zo. En dat ze dan vanaf hier mensen gaan slaan. Maar dat wordt ook wel erg pittig. Want als je er afvalt, moet je eigenlijk helemaal weer teruggaan. En moet je vanaf die kant weer opkomen. Of je moet doodgaan. Dan zou je wel op de brug respawnen. Maar goed, want uiteindelijk moeten ze deze gate overnemen. En kunnen ze hier komen in de centrale hal. Waar hier de volgende banner staat. Nou, als ze deze banner hebben overgenomen, kunnen ze dus ook weer verder. Voor de rest is het ingericht met een klein kerkje wat ik snel even heb gemaakt. Want ik dacht van, nou, ik heb iets zin om met dit glas te gaan maken. Dus ik heb hier een kerkje van gemaakt. Eens even zien. Hier zit een kleine stal. Als je hier naar boven komt, zit een kleine opslag van mineralen die ze willen vervoeren.
en een kleine eetzaal. En dan zou hier de spawnplek komen van de verdedigende partij. Of de nieuwe aanvallende partij, want dan kunnen ze hier kunnen ze dan snel de muur op. En kunnen ze dan gaan schieten, want ze hebben een gehele goede visie op het slagveld. Hier kunnen ze nog in en ze kunnen deze toren nog in. Voor de rest moeten ze dan wel eigenlijk de gate gaan beschermen door er gewoon voor te staan. En die brug natuurlijk te gaan verdedigen. Nou, uiteindelijk zou je deze dus ook hebben en zal je naar het laatste stuk gaan. Het laatste stuk is natuurlijk de gate waar wij beginnen. Of in ieder geval als je van de andere kant gaat aanvallen, zal je vanaf die kant aan gaan vallen. En dan zou je deze moeten hebben. Nou wordt het wel wat makkelijker voor de aanvallende partij, want dan hoef je bij de laatste niet door een gate heen. Dus zullen mensen hier gewoon voor gaan staan en zullen ze vanaf hier gaan schieten. Dus in ieder geval heb je altijd wel een plek waar je eigenlijk wel kan van gaan van verdedigen. Uiteindelijk zal dan de verdedigende groep die zal dan hier achter de gate komen te staan. Met verdedigen als het als ware een soort van hulptroepen zijn die de laatste gate komen te verdedigen. Want stel de laatste gate valt, heb je natuurlijk de hele brug bij je kwijtgeraakt. En ik vind hem op zich heel vet gelukt. In ieder geval, dit komt straks ook op het forum te staan. Het is als ware dat ook als je deze map domineert, of in ieder geval deze plek, dan zul je zien hier hebben we misschien, ja hier hebben we een tile. Ik zal hem eventjes pakken. Hieronder zitten spawners. Nou, die spawners die zorgen ervoor dat bijvoorbeeld als je Angmar zou zijn, dan zouden hier Angmar orks worden gespawnd. Mordor geldt dat voor Mordor, Gondor voor Gondor, Rohan voor Rohan. Rohan kan zelfs hiermee tegen Gondor gaan vechten. Dus stel Gondor of Rohan wil deze brug domineren en zij zeggen van hey, wij willen Texas hebben, kunnen zij ook tegen mensen gaan vechten. Hetzelfde geldt voor Mordor, zou ook tegen Angmar kunnen vechten. Maakt op zich niet uit wat de alliantie zijn. Het gaat er eigenlijk om van hey, domineer de brug, verdien je geld, bepaal jij hier de shit die gebeurt en ben jij eigenlijk leider en van dit fort. Nou, ik vind het in ieder geval wel handig om te hebben. Het is niet echt zoiets van dat als je hier komt, stel Rohan zou winnen, zullen hier overal Rohan banners komen. Dan zullen in deze armor stands zullen dan ook armor setjes komen van Rohan. Hetzelfde geldt voor Angmar en zo, dat mogen ze zelf inrichten, maar ze moeten altijd, als je dit aanvalt, moet je sowieso 3 van dit soort banners mee hebben. En na de tijd kan je dan wel de boel gaan inrichten, maar in ieder geval, de admins zullen daar ook wel een beetje wat aan doen. Dus stel, in ieder geval, dit is dus het eerste event wat eigenlijk gebouwd is door een speler zelf op de server. Ik was ondertussen ook al bezig met een dungeon. Die dungeon komt binnenkort ook, daar zal dan een raid boss in zitten. Stel je zou dit winnen, heb jij dus deze crosspoint, krijg jij een bepaald bedrag aan gold voor in de shop. En ja, heb je natuurlijk erkenning van dit stuk land. Dat is natuurlijk wel echt een hele goede positie om te hebben. Want ja, als je een brug hebt en niemand anders kan er langs, ter betaling mogen ze dan wel komen. Hebben ze dus, of kan je dus eigenlijk gewoon rijk worden. Nou, in ieder geval, dit was dus de allereerste event map / het idee van een event. Wil je dit meer zien, doe dan natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. Subscribe natuurlijk op WatchJagger, Phonooks.nl, Sociaal TV en alle andere kanalen die PM meedoen. Want misschien dat er straks nog wel met het bouwteam meer events worden gebouwd. En dan gaan we dat natuurlijk ook even showcase op mijn kanaal. En ja, laat natuurlijk even in de comments achter wat voor dungeon ik in de volgende aflevering zou moeten maken. / een siege idee. En misschien gaan we dat wel doen. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van deze video. Ja, en dan hoop ik jullie graag te zien bij een nieuwe PME Event Showcase. Tot de volgende keer. Later.